Als medicijnen in het water terechtkomen, is dit slecht voor de dieren in het water, maar ook voor ons drinkwater. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zet zich in voor duurzaam schoon en gezond water. Daarom verwijdert onze rioolwaterzuivering in Houten extra medicijnresten uit het afvalwater met behulp van ozon. Ozon is een gas en als je dat toevoegt aan water, kan het heel veel soorten medicijnen heel goed afbreken. Hoe werkt het? Eerst wordt zuurstof uit de zuurstoftank omgezet in ozongas met behulp van een ozongenerator. Als het afvalwater door de ozonreactor stroomt, wordt de ozon eraan toegevoegd. De ozondeeltjes breken daar de medicijnresten af. Daarna stroomt het water via de pompput naar het lozingspunt in het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit gaat best snel, want de ozoninstallatie kan tot 870 kubieke meter afvalwater per uur behandelen. Dankzij de ozoninstallatie en het biologische zuiveringsproces wordt minimaal 70% minder medicijnresten op het Amsterdam-Rijnkanaal geloosd. Meer weten? Kijk op hdsr.nl/ozoninstallatie.